Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlogmas vlogvideo. Het is inmiddels eigenlijk al middag. Ik ben vanochtend eigenlijk gewoon heel druk geweest. En was al vroeg wakker, was al vroeg uit bed. Toen heb ik gedoucht, alvast aan het werk gegaan. En ja, nu heb ik eigenlijk pas weer een beetje tijd om te vloggen, dus daar ga ik nu lekker mee beginnen. Ik ga natuurlijk beginnen met mijn Nespresso kalendertje openmaken. Hij staat er ook gewoon vandaag. Ik hoef niet te zoeken. Dat is ook wel fijn. En volgens mij moet ik dag 12 hebben. Laten we eens even kijken of het klopt. Ik zie hier al 12 bovenop zitten. Maar ik ga even kijken of ik inderdaad 11 al open heb gemaakt. Want ja, zoals jullie weten ben ik altijd de dagen kwijt. Ja, 11 heb ik open. Dus gaan we even 12 openmaken. Ik ben vandaag alleen thuis. Ah, dat is de Venezia. Kijk, super mooi. Ik hou er echt van al die mooie cupjes elke dag. Xana die slotte zit op school. Ik heb Xana die slotte vandaag lekker laten overblijven. Jeroen is ook naar kantoor. Ik denk, ja, waarom zou ik het mezelf moeilijker maken dan het is om dan ook nog een keer heen en weer naar school. Maar tussen de middag op te halen, dat heb ik wel gewoon gegund. Maar ja, zij vindt het helemaal niet erg om over te blijven. En ik dacht, ik maak het niet vandaag gewoon even makkelijk. Om dus even een pen te zoeken. Om de slotte de kalender natuurlijk af te strepen. Dus ik ben morgen weer in de war. En dus ik denk, nou, ik laat haar lekker gewoon overblijven. Het was ook echt zo rot weer vanochtend. Ik denk, dan hoef ik ook niet in het lelijke weer haar te halen en extra in de weer te lopen. Dus dat cadeautje heb ik mezelf vandaag even een cadeau gegeven. Ik ga anders even koffie zetten. Ik ben af en toe zo dom. Ga ik dit vertellen? Oh mijn god, ben ik dom. Oh, ik ben er gewoon echt niet helemaal bij, jongens. Ik ben koffie aan het zetten. Ik doe het cupje erin. Ik zet dat ding aan. Vergeet ik om er een kopje onder te zetten. Daar is ook helemaal veel te van. Dus nu heeft de koffie staan stromen. Ik heb nog net het laatste stukje een kopje eronder gezet. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens meer op. Zet ik koffie. Ik was aan het kijken of wat ik ging eten. Helemaal afgeleid. Ach, 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 ach. Nou, ik ga het even schoonmaken. Nou, ondanks mijn stomme actie met mijn koffie, dat ik mijn espresso adventkalender koffietje moet missen, heb ik mezelf maar even verwend. En eet ik even lekker een broodje met een kroketje. En ga ik dat maar even lekker oppeuzelen. Aan de ene kant is het wel even lekker rustig. Maar aan de andere kant vind ik het dan toch ook alweer saai. Als je dan zo alleen bent. En er niemand is. Maar ja, het feit dat ik het wel even lekker rustig vind. Overheerst nu wel even. Omdat ik gewoon nog niet helemaal wat topfit ben, zeg maar. Gaat verder allemaal goed hoor. Maar ja. Gewoon een beetje een off-dag, denk ik. Ik ga even dit lekker opeten. Ik kan ondertussen maar even lekker een filmpje kijken. Dat is dan wel het voordeel van even alleen zijn. Dat je dan gewoon lekker het filmpje kan kijken tijdens het eten. En dan, zien we wel eventjes wat we gaan doen vandaag. Ik heb eigenlijk niet zoveel op de miste. Normaal bedenk ik me 's ochtends wel van, nou, wat ga ik doen vandaag? Ik heb wel heel veel te doen. Eigenlijk. Maar ik weet eigenlijk niet zozeer waar ik zin in heb vandaag. Dus daar moet ik nog even kijken. De echte kerstachtige dingetjes, die zijn natuurlijk wel gedaan. In de zin van de lampjes, de kerstbomen en dat soort dingen. Maar ik moet nog even kijken. Er zijn nog wel wat andere dingetjes die ik nog wil doen. Maar eigenlijk zijn dat ook dingetjes waar Jeroen even mee moet helpen. En ik weet het nog niet. Ik ga er eventjes over nadenken wat ik vandaag ga doen. Ik heb sowieso ook nog wel wat knutselprojecten. Ik heb sowieso ook nog wat dingen die ik moet maken.
En nog wat kerstcadeautjes die ik moet voorbereiden. Waar ik nog wat mee doe. Dus misschien dat ik dat wel ga doen. Nou, ik ga er even over nadenken. Ik ga eerst even lekker eten. Maar Moppie is lekker thuis uit school. En we zijn allebei moe. Ik ben nog steeds moe. Zij is natuurlijk moe van de hele dag leren. En gaat leren, maar voor de rest was het wel leuk. Het is gelukkig een goede dag vandaag op school, dus dat is fijn. We hebben weer lekker de kerstlampjes aan. En daar ook natuurlijk. Dus een hoop gezelligheid. En wij hebben vandaag zin om een kerstfilm te kijken. Mijn kuppensoepje kan ik niet eten. Nee, die moet nog een beetje afkoelen. Ik had wel een beetje koud water. Ik heb even lekker kuppensoepje gemaakt. Het is slot zo lekker om 's middags te drinken als ze uit school komt. Natuurlijk helemaal met het weer lekker warm is. En nu gaan we even lekker op Netflix kijken of we een leuke kerstfilm kunnen vinden. Ik ben benieuwd of jullie ook wel eens kerstfilms kijken. Wat jullie favoriete kerstfilm is. Als je een favoriete kerstfilm hebt. Ik vind altijd die cheesy romantische video's waarvan je eigenlijk al weet hoe ze aflopen ook altijd wel heel leuk. Die Christmas, die Christmas video's. Ja. Dat meisje die naar de Noordpool gaat. Ja, die is ook leuk. Santa Claus. En nummer 2 is laatst dat zo. Laatst heb ik met papa Santa Claus 2 gekeken of 3 gekeken. Die is ook heel erg leuk. Is er ook 3? Ja. Oh ja, die hadden we ook al eerder gekeken. 2 is met Oh, 2 is van de kerstwereld. Ja. En 3 is dat ze een baby krijgen. Nee. Dat is toch met het dat ze op een warm eiland zijn. Nee, dat is een andere Santa Claus film. Oh nee, dat is ook 2. Wij gaan er even eentje uitzoeken. Wij hebben even lekker gegeten. En Islotte die wilde weer even voilà, de stekeltjes nu verder als kleuren. Allerlaatste. Dus ook als alle placements af zijn. Verder kleuren aan de kerstplacements die we aan het maken zijn. We moeten natuurlijk toch een beetje doorknallen om het voor kerst nog af te krijgen. Dus gaan we gezellig nog even kleuren samen. Maar het wordt echt wel heel mooi. Mag ik hem laten zien? Dit is die van Islotte. Echt heel mooi. En dit is die van mij. Ook heel mooi. Nou, ik heb even het meisje naar bed gebracht. Ondertussen is Albert Heijn geweest. Was ik alweer aan het editen. En heeft Jeroen een dode muis opgeruimd. Die lag in een keukenkastje. Maar goed, die kon er blijkbaar niet meer uit of zo. Dat, ja. Wij weten ook niet hoe die er echt in is gekomen. Waarschijnlijk door een kiertje er bovenaan bij het aanrecht. Waarschijnlijk kwam hij er niet meer uit. Nu gaan we nog even iets kerstigs ophangen. Ik zeg we, maar eigenlijk doet hij dat gewoon. Hij heeft een hele mooie gouden ster. Wat zeg je nou weer verkeerd? Is toch een mooie gouden ster of niet? Ja, alles beter dan een bruine ster. Ja, gelukkig geen bruine ster, nee. Nou hangt hij natuurlijk maar Willem aan de andere kant van het gordijn. Ik was wel mooi, hij heeft hing normaal altijd bij de deur. Ja, daar zit nu het gordijn voor. Dus ja, dat zien we dan niet meer. Dat ik nu altijd de gordijnen dicht heb. Dus leek ons dit wel een mooi plekje. Ik ben bezig dat die roze naar beneden komt. Oh ja, dat zou het zijn. Nee, die blijft gewoon hangen. Hepla. Ja, dat is leuk. Huh? Oh. Dat is echt leuk. Enig probleem. En daar is een stopcontact. Ja, weet ik. Maar staat eigenlijk bij jou of het touw aan de andere kant? Het snoer bedoel ik. Ja, dat zou nog kunnen, dat is een goeie.
Dat we gaan kijken of Snoer het best kan doen. Kwestie goed, kijken wij wat niet gaan, hè? Ja, dat is leuk. Ik weet wat leuk is. Echt heel gezellig. Kijk eens hoe voor jou. Precies, ik ben hartstikke leuk. Ja, ja heel leuk. Mee, nou, dan hebben we nog een lamp. Ja. Dit is een hele mooie. Het is een heel dun snoertje. Maar ik betwijfel dat jij erheen kan door het raam. Zonder dat het nee, door de brievenbus. Ja, maar hoe we dan... Waar heb ik opgenomen? Ja, dat weet ik niet. Dat ligt er voor de deur langs. Wat ging jij uitdokteren? Ik? Ja. Jij bent weer de schuld. Jij bent er toch uit. Kijk, dit is zo'n hele mooie... Per ongeluk iets te grote... sneeuwvlok. Maar hij is ook 3D, hè? Dat kan eigenlijk niet eens voor het raam. Nee, maar hij is niet plat. En hier binnen zou ik het ook niet weten. Hij is te groot voor binnen. Veel te groot binnen, heb ik een keer geprobeerd. Maar ik dacht, daar hangt bij de driesprong. Ik denk dat ze een hele mooie sterrenhoek hebben. Oh, het is goed water. Ja, neem deze mee. Vorig jaar hebben we een driekwart uitgevouwen week nog. Buiten. Maar ja, ik denk ook altijd buiten. Die kunnen we ook niet meer zien. Nee, we hadden dus altijd, zeg maar, daar. Ja, dat kan je nooit zien. De andere raam. Maar bij de, boven de bank hangen, in de tuinbank. Nee. Ja, oh, ook ja. Nee, ja. We hebben ook nog aan het hek gehad bij de trampoline daar, weet je wel. Dat trilly. Ja, dat zien we nou ook niet meer. Dus dat is ook een beetje zonde. Dus dachten van, dat is het wel leuk om hem voor op te hangen. Tussen de sieren. Maar is het een lang snoer? Kan hem niet aan het boompje hangen? Ik even kijken. Dat zou wel leuk zijn. Maar is het best een lang snoer, maar voor dat redden weet ik niet. Hé, hey, ik ga vloggen hoor. Snoertje zit al door de brievenbus. Dat lijkt niet praktisch. Nee. Shit. Hebben we dan geen last van met de camera? Nou, zo zal je hem even zien. Dat de camera helemaal vol, dat hij continu licht in beeld heeft. Ja, precies. Maar hij gaat ook niet af als die grote lamp aangaat. Hij heeft hem nou in de vlaggenmast gezet. In de, ja. Zeg je dat? Vlaggenstokhouder ding. Tada! Oh ja, het twinkelt ook nog zwaar. Ja, het is zo'n leuk ding. Ja, het staat wel gezellig. De camera is natuurlijk een beetje een lichtbal, maar in het echt valt het wel mee. Ik doe net alsof ik langsloop. Of ik gewoon een bezoeker ben. Ik ga even doen alsof ik langsloop. En een niets vermoedende voorbijganger. Oh, wat gezellig. Hangt daar een lichtbal. Ja, is wel heel leuk. Komt op camera echt niet zo goed over. Dus nu gewoon één lichtbal, maar wel heel gezellig. Maar even kijken, het is echt leuk. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Toch twee keer mis. Nou, dat redelijk goed, hè? Ja. Ik heb de camera eruit ziet. Ja, het is alleen nog hier, zie je het niet, maar misschien op de computer wel. Nee, met de camera. Ja. Heel leuk. Ik bedoel de belcamera. Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Is toch gezellig? Oké, dan. Staat hij te voelen en te kijken op de camera? Nee, maar die vertraging is irritant. Snoertje, het is een toetje niet. Die moet hebben. Is te leuk hoor. Wacht even, wacht even. Dan doe ik zo. Thumbnail. Ja, ik vind hem heel schattig. Nou, zo zie je hem beter, denk ik. Leuk. Nou, ik heb weer de vlog geëdit. Die staat nu te renderen.
En ik wil nu even iets maken, want ik irriteer me eigenlijk heel erg aan dit plaatje hier achter mij. Dat zie je gewoon heel vaak ook als ik op kantoor, of nee, niet op kantoor, maar als ik online overleg heb, dan ja, zie je dat lelijke beest. En ja, het is van een bepaald merk. Ik weet niet precies waar het is, voor spelletje of zo, ik weet het niet. Ja, het is gewoon een fijne stoel voor mij. Maar met dat merk heb ik verder helemaal niks. En met dat enge wezen, een soort doodshoofd is het. Ik weet niet wat het is. Duivel. Ik heb de stoel al heel lang. Maar ja, de laatste tijd irriteert me er gewoon wat meer aan. Dus ik dacht, ik ga even daar iets voor maken. En dan heb ik een plaatje gevonden. Kijk, dit is nou wel iets wat bij mij past. Een mooie vlinder. Dus die ga ik even maken. Want dan kan ik die hier hopelijk opplakken. En dan ben ik benieuwd of dat ook eigenlijk blijft zitten op dat leer. Maar dat gaan we gewoon proberen. Dus ik moet even meten hoe groot het plekje is waar ik hem ook kwijt kan. Ik wil hem dan ietsje groter maken, maar ook weer niet te groot. Ja, snap je het nog? En dan ben ik hopelijk van dat lelijke enge beest af. Ik zie dit ook de hele tijd aan in mijn scherm. Ik ga hem even opmeten. 8 centimeter breed. En 8 centimeter hoog. Dus ik hem dan 10 bij 10 maak. Dan valt hij er denk ik mooi overheen. Kijk of dat ook past met mijn verhouding van mijn plaatjes zijn net iets anders. Ga ik even een... Ik heb ook nog heel veel projectjes om te doen. Waaronder een tochtrolkat. Ja, Jeroen zegt waaronder een tochtrol. Ja, daar hebben we het even niet over. Oh, nou dat voedingskussen ben ik ingegooid die dag van de mooie vanmiddag. Ja, voedingskussen. Ja, dat is krom en kapot. Dus, nee, ik moet er gewoon, maar dan komt in januari wel weer dat ik daar wat meer tijd voor heb. Het is wat, het is nu koud. Ja, nou dan ga jij het afhaken. Daar alleen naar je. Nee, daar hebben we het niet over. Ik heb nog wat cadeautjes die ik moet maken. Ik moet nog een bestelling maken. En ik moet nog... ik moet nog heel veel maken. Allemaal leuke dingen hoor. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik moet ook weer even nieuwe stickers uitprinten. Dus ik ga nu even dat vlindertje doen. En dan denk ik ook maar even dat bestellingje ga doen. En dan kan ik dat tenminste weer... gauw versturen. Ik vind dat fijn om proberen zoveel mogelijk snel te versturen. En volgens mij was dat het enige nog wat ik nu aan bestellingen had. Ja, ik ga even vinyl uitzoeken. Mooiste geluid wat er is. Op de koffiezetmachine na. Ik heb twee leuke kleurtjes gevonden. Dit is het paars dat ik ook had gebruikt. En het zwart wat ik had gebruikt voor de pandabordjes. Daar staat het nog van over. Dus daar, een paars is mijn lievelingskleur. Dus dat is altijd goed natuurlijk. Zo. Eerst even het potje maken. Ik kan het nog niet helemaal afmaken. Want ik moet ook nog een sticker hier bovenop maken. Dus even een beetje onhandig. Eerst even goed schoonmaken. Dat is een beetje verdunde alcohol. Vet is. Gaan we dit even weeden. Nou, hoe vinden jullie hem geworden? Deze. Ik was een beetje, ik had niet handig opgelet, want ik had natuurlijk een vlinder genomen, maar het midden van de vlinder was eigenlijk te klein om hier overheen te passen. Dus als ik de vlinder erop plakte, dan kwamen nog steeds delen van het logo, zag je dan zeg maar nog. Dus ja, ik denk, dan is het heel lelijk, dan zie je een half dat beest. En half die vlinder. Ja, dat is ook heel lelijk. Dus ik heb hem nu maar hier even op het potje geplakt. Is dat ook gezellig bij dat plantje zo. Ja, ik moest er natuurlijk toch wat mee doen. Ik moest hem toch ergens kwijt.
Dus ik denk, nou ja, dan doen we het maar daarop. Ik ben niet zo heel tevreden over dit merk vinyl wat ik heb gebruikt. Want het plakt gewoon niet zo goed. Ik heb ander vinyl dat eigenlijk volgens mij nog goedkoper was. Dat ik hier gewoon in zo'n pakket heb gekocht met allemaal verschillende kleuren. En dat, daar heb ik eigenlijk nooit echt problemen mee. Maar omdat ik nu voor die bordjes echt veel van één kleur moest hebben, heb ik dat van een ander merk besteld, ook bij een andere winkel. En dat plakt toch niet zo goed. Ik dacht eerst dat het dus aan die houten bordjes kwam. Maar nu wilde ik hem hierop plakken. Ja, dat bleef gewoon niet zitten. Nu zit het er wel op hoor, maar ik denk niet dat het geweldig is. Dus ik ga toch weer terug. Tenminste, de rest heb ik eigenlijk allemaal gemaakt met dat andere vinyl. Dus ja, is goed dat ik dan... En op dat hout bleef het uiteindelijk wel zitten hoor. Maar het is gewoon heel lastig om het... want je plakt het zeg maar met dat transfer tape. Plak je het erop. En dan blijft dan harder kleven aan transfer tape als dat het... Dat de sticker kleeft aan het ding waar je het op wil plakken. Dus dat is leuk voor eigen projectjes, maar dat ga ik niet meer gebruiken. Het is ondertussen de volgende dag. Gisteren was mijn camera uitgevallen en toen heb ik daarna de vlog niet meer afgesloten. Dus dat ga ik nu doen. Ik was volgens mij met nog iets bezig. Oh ja, ik was nog bezig met een potje geluk maken. Ik moet nog even één stickertje voor boven opmaken en dan is die ook klaar. Kan ik die ook opsturen. En dat was het volgens mij. Maar dan ga ik hierbij wel deze vlog afsluiten. Super tof dat je weer hebt gekeken. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel gauw weer bij de volgende video. Doei doei!